De magische eenhoorn. Er was eens, in een klein dorpje in Spanje, een boer die leefde die 3 zonen had. Alberto, Dominique en Pedro. De boer was al oud en kon eigenlijk niet meer werken. Dus besloot hij zijn zonen bij zich te roepen. Mijn spaargeld is bijna op. Moeilijke tijden komen eraan, want de stadsmeester verwacht een droog seizoen. Ik wil dat jullie naar de hoofdstad gaan en werk gaan zoeken. Zeker, vader. Dominique en ik zullen morgen vroeg gaan. En wat doet je jongste broertje, Pedro? Hierom moesten de 2 broers lachen. Vader, denk je echt dat Pedro ook maar iets kan doen? Waarom niet? Ik wil ook onze familie helpen. Oh, stop nu. We hebben je niet nodig om ons heen. Pedro gaat ook mee. Dat zeg ik jullie. Jullie 3 zullen nu werk gaan zoeken en na een maand terugkomen. Nadat hij het gezegd had, ging hij naar zijn kamer. De volgende dag kwamen de 3 broers aan bij de hoofdstad en begonnen naar werk te zoeken. Een rijke handelaar, die op dat moment op zoek was naar sterke hulpen, gaf ze meteen werk. Luister eens even. Als jullie me elke dag helpen met het in- en het uitladen van de zakken van de fabriek, dan zal ik jullie ieder 300 zilverstukken per maand betalen. En daarnaast krijgen jullie alle 3 een paard om heen en weer te gaan. De broers waren blij en gingen meteen akkoord. Ondanks dat Pedro heel erg hard werkte, werd hij door zijn broers gepest en hij moest hun werk ook nog doen, terwijl ze gingen zitten en chillen. 'S Nachts, wanneer ze terug naar hun kamer gingen, gingen de oudste broers samen zitten en eten. Ze praten en maakten grapjes over hun werkdag, terwijl Pedro in zijn eentje in de keuken moest eten. Dit ging zo een maand door en toen, op een dag, moesten de 3 broers bij de handelaar komen. Ik ben erg blij met jullie werk, chico's. Hier is jullie loon. Bedankt, meneer. Oh, bedank me nog niet. Kom, ik laat jullie nog iets anders zien. De handelaar nam hen mee naar zijn stallen en de broers waren verbaasd. Wauw, betekent dit dat? Zie, jullie vervoer zoals beloofd. Kies jullie paard. Alberto en Dominique kozen de fitste paarden van de kudde. Pedro daarentegen liet zijn oog vallen op iets wat niet helemaal op een paard leek. Is dat een... Een eenhoorn, zeker. Mag ik het hebben? Hierom moesten de 2 broers lachen. Weet je het zeker, zoon? Een jonge vent als jij kan beter een paard nemen dan een eenhoorn. En dan heb je deze, zwak en kwetsbaar. Hij wil zijn paard eruit hebben zien zoals hij. Hij wil zijn paard eruit hebben zien zoals hij. Ja, ik weet het zeker. Oké, goed dan. Jullie kunnen jullie paarden nemen. Denk eraan dat jullie over een paar weken terug op het werk moeten komen. Adios! Terwijl ze op weg gingen, maakten Alberto en Dominique een tijd grapjes over Pedro en de eenhoorn en galoppeerden toe weg. We zullen vader vertellen over je stomme beslissing. Zie je over 2 dagen. Terwijl Dominique en Alberto uit het blikveld verdwenen, zuchtte Pedro terwijl zijn eenhoorn doorslofte. Het is goed. Wauw. Ik weet niet eens hoe je heet. Cornel. Ik heet Cornel. Toen hij de eenhoorn hoorde spreken, viel Pedro bijna van zijn rug. Wat? Zei je net... Relax, ik ben ongevaarlijk. En magisch. Ben ik aan het dromen? Nee. Jij, mijn vriend, bent heel wakker. En ik kan eindelijk met iemand praten.
Jeetje, ik heb zitten wachten en wachten en wachten, 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 wachten op iemand die me kan verstaan. Wacht, jij kan me begrijpen. Geweldig! Fantastisch! Woehoe! Wat? Maakt niet uit. Laten we over iets leuks praten. Hoe oud ben je? Nee, wacht. Wat is je favoriete fruit? Nee. Wat is je favoriete seizoen? Die van mij is... Stop nu! Ik begin nu te geloven dat er een goede reden is waarom dieren niet kunnen praten. Oh, Chico, ik ben niet zoals de andere dieren. Ik heb de kracht van mijn zesde zintuig die ik in de loop van de jaren heb ontwikkeld. En ik kan je nu al zeggen dat je broers in de problemen gaan komen. P-R-O-B-L-E-M-E-N. Wat? P-R-O-B-L-E-M... Ik weet hoe je het moet schrijven, maar ik bedoel welke problemen? Ik ga je helemaal niets zeggen totdat je zegt dat wij vrienden zijn. Vrienden? Perfect. We zijn vrienden. Best friends forever. BFF's. Haha. Wat? Ga je het me nu vertellen over mijn broers? Ze zijn gemeen. Ja, dat weet ik. Vertel me over de problemen dat ze gaan krijgen. En dus vertelde Cornel hem dat het pad wat Alberto en Dominique hadden genomen om naar huis te gaan, door een dorpje ging waar twee zusters leefden. Ze waren heksen en op het moment hadden ze zich vermomd als twee prachtige vrouwen om zijn broers in de val te lokken, ze buitenspel te zetten en hun paarden en geld te stelen. En dit weet je allemaal door je zesde zintuig? Nou, eigenlijk hoorde ik de handelaar erg vaak praten over die route. Hij noemde het de dodelijke route. Oh, we moeten mijn broers helpen. Laten we alsjeblieft gaan. Ik snap niet waarom je ze moet helpen. Ze zijn zo gemeen tegen je, net zoals de paarden dat tegen mij zijn. Dat is omdat oog om oog, tand om tand niet helpt. Ogen? Man, praten we nu over ogen? Cornel, je moet me nu helpen, amigo. Alsjeblieft. Amigo? Noem jij mij je vriend? Amigo? Ja, amigo. Kunnen we nu alsjeblieft snel verder? Snel? Oh, je bedoelt vliegen. Wat? Doe je gordels maar om, maatje. Hier gaan we! Ondertussen, net zoals Cornel had gezegd, werden Alberto en Dominique misleid door de heksen en waren op dit moment bij hun huis bij het meer. De broers waren betoverd door hun schoonheid. Dus jullie zijn zussen? Ja, ik heet Lara. En dit is mijn zuster Nina. Ik ben Alberto en dit is Dominique. Jullie zullen wel honger hebben. Waarom maken jullie jezelf niet klaar en we gaan eten maken? Zeker. Toen de broers aan tafel gingen zitten en net de eerste hap wilden nemen, hoorden ze een luide knal van buiten komen. Auw! Sorry. Pedro! Is alles in orde? Wie is dit? Hij is niemand. Gewoon een gast die we eens hebben ontmoet. Zeg toch, deze gasten zijn het niet waard. Weet je nog, oog om oog? Nee, helemaal niet. Praat hij tegen dat paard? Wat een rare vent. Wat een vreemd paard. Hij heeft probleempjes. Laten we naar binnen gaan. Hé, jij, donder op. Kst. Broer, wacht. Ze zijn geen prachtige meiden. Ze zijn heksen. Pedro liep naar zijn broers en de twee heksen keken naar elkaar. Wat? Wat een onzin. Meneer, dat is erg onbeleefd. Oh, echt? Dan waarom kijk je niet naar mijn broer en zeg abra, kadabra? Ha, jij sukkel. Je hebt het makkelijk gemaakt voor ons. Nina keek naar Lara en de twee grijnsden. Vertrouw jij mij wel?
Ik. Goed, dan kijk in mijn ogen. Oké. Abracadabra! Abracadabra! Alberto en Dominique's ogen werden groter en met een lichtflits veranderden ze in kikkers. Red. Nee! Nu is het jouw beurt. Kijk in mijn ogen. Abracadabra! Huh? Abracadabra! Wat? Oké, stop maar. Doe maar kalm. Geen reden van jullie abracadabra. Hij kan praten. Ja, helaas wel, ja. En waarom werken onze spruiken niet op jou? Omdat ik daarvoor gezorgd heb. En nu ga ik hiervoor zorgen. Dabraka, abraka, dabraka, ah. En met een licht... Ja, voice-over mevrouw. Dat weten we nu. We hebben 2 kikkers en 2... Wat zijn dit ook alweer? Padden. Dank je. Wat? En jij? Jij kan magie? Ik ben al de hele tijd tegen je aan het praten en dat zag je niet aankomen. En hoe denk je dat ik wist welke weg je broers hadden genomen? Hoe dan ook, hier zijn je broers, kikkers. Pak ze op en neem ze mee. En wat doen we met de heksen? Laten wij ze zo hier zo achter? Man, je bent echt niet te geloven. Ben je bezorgd om hen? Cornel, ja, oog omhoog. Oké, goed dan. Hé, padden en heksen. Jullie zullen nu terug veranderen als prachtige meiden en alles vergeten over jullie hekserij en jullie slechte daden. Poef! En klaar! Mag ik? Ja, ga je gang. En dus pakten Pedro en Cornel de kikkers en vlogen op weg naar het huis van de boer. Hee-ha! Toen ze aankwamen, veranderde Cornel de kikkers terug naar hun normale vorm. Omdat Alberto en Dominique weer normaal waren geworden, beseften ze zich hoe gemeen ze waren geweest. Ze zeiden sorry en omhelsten hem. Het spijt ons, kleine broer. Vergeef het ons. Het spijt ons, kleine broer. Vergeef het ons. We zijn broers. We passen op elkaar op. Laten we het verleden achter ons. En ja, laten we vader niet vertellen wat er allemaal is gebeurd. Goed dan, kleine broer. De boer was buiten zinnen om zijn zonen weer te zien. Maar hij was blijer om ze samen te zien. De 3 broers leefden gelukkig samen, terwijl hun vader thuis was en zijn tijd doorbracht met tuinieren. En wat betreft Cornel... En denk eraan, oog omhoog, tand om tand, heb je niets aan. Wat betekent dat eigenlijk? Geen idee, haha, echt geen idee.